Ik zit op dit moment verstopt bij de geheime lab van de pro. Namelijk in Giel zijn video hebben we dit geheime lab ontdekt. En ja, ik heb nu als missie om ja, eigenlijk de pro-speler te gaan afluisteren. In andere woorden, de pro-speler te spioneren in zijn geheime lab. Ik weet niet hoe lang dit nog kan gaan duren voordat hij überhaupt naar zijn geheime lab gaat. Maar ik zit hier op zich best wel, ja, veilig. Mick? Giel? Kleine kijkgaten. Mick, Giel, zijn jullie hier? Mijn god, jongens, hij is er nu al. Als ik erachter kom hoe jullie hier zijn gekomen. Hoezo denkt hij gelijk dat wij het zijn? Wat is dit? Waar zitten jullie? We kunnen hier echt nergens heen. We moeten hier ergens zitten. Ik zie daar pro-spelen lopen en volgens mij komt hij iets te dichtbij. Oh, hier zullen ze ervoor gaan boeten. Oké, pro-speler weet duidelijk dat wij, zeg maar, hier hebben ingebroken, volgens mij. Oh, we hebben de deur open laten staan. Oh, mijn god. Ja, in ieder geval, hij ziet niet dat ik hier zit. Dus mijn verstopleg is oprecht wel goed. Oh, jongens, ik vind het zo spannend. Oh, jongens, ik zie de pro-speler daar ook allemaal lopen en zo. Wat is hier eigenlijk allemaal voor plan hier? Al die zombies, zeg maar. Ja, laat ik maar zitten. Dat van Mick en Giel, dat komt nog wel. Eerst deze zombies tot perfectie zien te maken. Perfectie? Hoezo perfectie? Wat is dit allemaal? Is hij allemaal mee bezig? Okay. Als ik nou een beetje formule B2 bijvoeg. B12, wat? Ah, verdomme! Wat is hij mee bezig? Dit hoort niet te gebeuren. Hij is dus blijkbaar super zieke zombies aan het creëren, wat Giel ook zei. Het is gewoon waar. Als deze zombies af zijn, zullen Giel en Mick echt geen kans meer staan. Dan is deze server daadwerkelijk van mij. Hij wil gewoon de server overnemen. Eenmaal als deze zombies klaar zijn, dan ga ik een heel leger maken. En dan is die bunker van hun echt naar de knoppen. Oh, god. Huh? Huh? Wat zijn deze gaten in de muur? Wacht even. Mick? Nee. Wat? Hi, ik was lekker aan dit het... Dit is de grootste fout die je ooit hebt kunnen maken. Nee. Hup, het lab in, nu! Nee, maar ik was gewoon aan het minen. Ik was gewoon aan het minen. Naar binnen, naar binnen. Oh, god. Ja, ik ben er al. Je wilt dit overleven, toch, of niet? Ik wil dit zeker overleven, maar jij zit te praten over zombies. Meelopen. Meelopen, okay. Mond dicht. Meelopen. Hup, naar binnen. Heel snel. Oké, ik ben al binnen. Wat ben jij aan het plan? Hoezo zit je me in een gevangenis? We waren toch vrienden? Vrienden? Nadat je mijn lab inkomt en me bespioneert? Waarom heb jij überhaupt een denk lab? Je nou echt, denk je nou echt dat je niet door hebt gehad de hele tijd? Je bent hier de hele tijd in mijn huis geweest. Maar waarom heb jij überhaupt een lab? En hoezo mogen wij dan niet meer spelen en allemaal dat soort dingen? Ik snap echt niet wat jij allemaal van plan bent. Ja, het maakt nog toch niet meer uit. Zat in de muur, je hebt van alles gehoord, neem ik aan. Ja, ik heb alles gehoord, zeker weten. En dan hoeft het ook geen geheim meer te zijn, Mick. Ik ben een zombieleger aan het maken. Ja. Ik ben ze krachtiger aan het maken dan normale zombies. Oh. En dan ga ik jullie hele bunker verwoesten. En deze server die wordt van mij en mij alleen. Jij en Giel zullen nooit meer normaal kunnen spelen op deze server. En op geen enkele server. Ik ga alle servers van mij maken. Ja. Dus jij was wel van die zombies. We hadden gewoon gelijk. Tuurlijk was ik van die zombies. Wie anders kan het zijn? Ja. We zijn de enige op deze server. Dat is waar. Hé, maar... Ik heb gewoon een diamond pickaxe, dus ik kan dat gewoon... Het is heel fijn dat je dat tegen me zegt. Geef het nou maar hier, heb je helemaal niks meer. Dit is echt het domste wat ik tot nu toe heb gedaan, jongens. Oh mijn god. En je armor ook? En mijn armor ook, oké. Nou ja, ik wil alles hebben. Ja, en als ik op mijn merk dat ik nog één ding bij je houd... Ik geef alles. Er is dus wel één probleem. Ik kan mijn golden chestplate niet afdoen, want daar zit Curse of Binding op. Dus ja. Deze keer geloof ik je. Oké, dankjewel. En wat ga je nu doen? Ga je mij hier gewoon laten zitten? Natuurlijk. Maar Giel zal proberen mij te zoeken en... Nou, dat kan hij proberen. Denk je nou echt dat Giel van mij kan winnen? Giel gaat jou pakken, denk je dat nou echt? Ja, grote praatjes, ja. Mick. Grote praatjes. Maar ik denk niet dat je realiseert in welke positie je nou zit. Jij zit gevangen in mijn geheime lab. En zoals je ziet, ben ik hier nogal met wat potions en formules aan het werken. En deze cel die heeft hier gezeten voor een reden. Nee, ik ben hier aan het testen op een heleboel konijnen, zie je hier. Wat zombies. En een nieuw proefkonijn. Nee. Hou me maar gewoon lekker gevangen. Ik vind dat... Proefding, dat hoeft allemaal niet. Zolang jij je gewoon rustig en stil houdt, oké. Dan kun je verwachten dat er misschien minder met je gaat doen. Zeg niet niks. Ik ga gewoon netjes hier zitten totdat Giel mij bevrijdt. Totdat hij het probeert en dan... misschien heb je binnenkort een celmaatje. Ja, misschien wel, ja. Hey, misschien faalt heel je zombieproject. Ik zag namelijk toen ik daar aan het spioneren was dat het nog niet zo goed ging, hè? Denk je dat dit de eerste keer is dat ik dit doe? Ja, eigenlijk wel, ja. Helaas, Mick. Ik heb dit al bij zoveel servers gedaan. Zoveel servers al overgenomen. En allemaal op verschillende manieren. En deze manier gaat me ook lukken. Ik hoef het niet meer te horen. Ik ben helemaal klaar.
klaar mee. Ik ga niet eens meer tegen je praten. Ik ga gewoon op de toilet zitten en doei. Ik zie jou binnenkort weer, Mick. Oké, dames en heren. Nou ja, ik zit opgesloten in de gevangenis van de pro-speler. Ik hoop echt dat Giel mij gaat bevrijden. Maar wil je nou de video zien waar Giel en ik de geheime lab ontdekten? Klik dan snel op deze video op Giel zijn kanaal. Het was namelijk best wel een ziek moment in de server. Opeens vonden we een geheime lab. En ja, daar zit ik dus nu ook in opgesloten. Dus laat zeker ook even onder deze video weten dat ik ben opgesloten. En misschien ziet Giel het dan via de reacties. En komt hij mij bevrijden. Dus klik snel op deze video. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.